westzijde van het Centraal Station van Nijmegen wordt over een paar jaar onder handen genomen. Maar niet alleen het station gaat veranderen. Vooruitlopend op de nieuwe stationsingang wilde Van Herk Groep een hotel gaan bouwen op de plek waar voorheen het UWV gevestigd was. Het bedrijf is eigenaar van dat gebouw. Het nieuw te bouwen hotel moet zo'n 80 kamers gaan tellen. De nieuwe stationsingang is waarschijnlijk op zijn vroegst pas in 2023 af. Maar daar wilde Van Herk Groep niet op wachten. Het wil naast het hotel ook nog 70 woningen, een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling onder de grond aanleggen bij de tunnelweg. Wanneer het af moet zijn is niet duidelijk, maar de bouwgroep wil wel tempo maken met de plannen. Cultureel netwerk Nijmegen luidt de noodklok voor de stad Schouwburg en de vereniging. Volgens de Vereniging van Culturele Instellingen is er jaarlijks meer geld nodig om het aanbod in de Schouwburg divers en cultureel te kunnen houden. Volgens het CNN is het na jaren van bezuinigingen op cultuur nu eens tijd om te investeren. Er moet niet alleen meer subsidie komen voor de Schouwburg en de vereniging, ook moet er een eenmalig extra bedrag van 5 ton vrijgemaakt worden, zodat er kleine reparaties en veranderingen uitgevoerd kunnen worden. Opvallend is dat alle culturele instellingen samen opkomen voor de Schouwburg. Juist door die eensgezindheid valt de boodschap op en hebben verschillende politici al laten weten naar de oproep te willen kijken.